18 en 19 mei 2019, de 29ste Leiden Marathon alweer. Er wordt weer gewandeld, er wordt weer hard gelopen en dit jaar doen er extra veel deelnemers mee. Er zijn zelfs een aantal afstanden uitverkocht. Op zaterdag eerst het wandelen en natuurlijk verplaatst het feest zich daarna weer naar de Doezastraat, want daar gaat dan de 5 kilometer nightrun van start. Lopen. Dus ik heb me niet echt voorbereid. Ik dacht gewoon, oh leuk, gezellig in Leiden. Doe ik mee en dan zie ik wel. Ik had wel bedacht dat ik zou willen winnen. Dus aan het begin probeerde ik ook bij de vrouwen te blijven. Ook al ging het een beetje hard, dacht ik wel van oké, als ik erbij blijf, dan kan ik hopelijk in de eindrunning nog een voorbij en dan winnen. Vorige keer was ik derde, dus het is een speciaal goede tijd. Dus ik ben heel tevreden. Ja. 15:50 geloof ik ongeveer. Dat is 15 seconden van mijn PR af, dus daar ben ik wel erg blij mee. Prins Pieter, Christian nu ook niet alleen de single loop, maar ook de 5 kilometer van de Leiden Marathon. Ja, mooi is dat, hè. Ik begin hier zo langzamerhand de stad te kennen. Maar ik vond het wel een hele leuke loop. Echt enthousiasme van mensen en, op straat en alle lampjes. Nee, echt leuk gedaan. Vandaag gaan we lopen. De 10 kilometer, de half marathon, de hele marathon en natuurlijk ook de kidsrun staan op het programma. En de 21 kilometer is zelfs helemaal uitverkocht, dus er doen extra veel mensen mee. En wij gaan natuurlijk weer alle feestjes langs het parcours af. We zijn hier in de Groenendijk een echt buurtje, dus, en ook altijd wel in voor een feestje. En we proberen er ook elk jaar wel een thema aan te hangen. Dit jaar een heel concreet thema, Groenendijk in de Steigers. Maken jullie dit jaar kans op de Bartleheem-bokaal? Nou, dat zou wel heel gaaf zijn. Dus we hebben wel geprobeerd het bord heel goed in het zicht te zetten. En ik weet dat Oud-Aden een hele grote concurrent is, maar wie weet, het zou leuk zijn. Wat vinden jullie nou zo leuk aan de Leiden Marathon? Ja, je ziet het. Mensen zijn hartstikke enthousiast, komen er echt voor. En als de Leiden Marathon niet meer door de Groenendijk zou komen, dan zouden we hier geen feestje kunnen vieren. Dan zouden jullie gewoon verhuizen? Ja, denk ik. Misschien wel. Met z'n allen, waar die wel langs komt. Oud-Aden. Splinterlaan is dit jaar omgetoverd tot Sprookjespark. Met een veelheid aan sprookjesfiguren. We zijn er allemaal om hier een gezellig marathonfeestje te vieren. Waarom heb je zo'n mooie jurk aan? Omdat het vandaag een marathon is en daar, het thema daarvan is sprookjes. Dus ik doe het gewoon lekker aan. Ik ben Rapunzel. Ik vind het heel vrolijk en leuk en allemaal leuke figuren. Dus ik vind het een leuke dag vandaag. En wie is nou jouw favoriete sprookjesfiguur die er vandaag is? Ik denk wel Minion. Groot feest dus hier in de Splinterlaan. De lopers van de 21 kilometer zijn bijna bij het eindstation aangekomen. Wij gaan even terug naar Leiden, want als het goed is, gaat daar nu de kidsrun van start. Gisteren had ik atletiektraining en toen vroeg haar moeder of ik mee ging doen met de kidsrun. En toen ging ik meteen vragen en toen mocht het. Ik heb bijna elk jaar meegelopen, dus dat komt wel goed.
Dit is mijn eerste keer. Dit is mijn derde keer. Op een gegeven moment waren er twee mensen voor mij, maar die waren uitgeput. En toen stond ik, vooraan en voor de rest zag ik niemand meer. Dacht je gewoon doorgaan? Ja. En viel het mee of vond je het toch wel zwaar? Het was wel zwaar. Zwaarder dan vorig jaar? Vorig jaar was ik tweede geworden. Dus minder zwaarder. Jasmijn, gefeliciteerd. Je bent eerste geworden van de Kidsrun. Dankjewel. Train je hier nou veel voor? Nee, maar ik zit ook heel lang al op atletiek. Vind je hardlopen het leukste van atletiek of doe jij eigenlijk hele andere nummers ook? Nou, we doen vrijwel alles door elkaar heen. En je kan ook specialiseren nu en ik specialiseer me ook in middellange afstanden. Dus daar valt dit ook onder. Purple rain. Hey, je ziet er mooi uit. Wat doen jullie hier in Oud-Ada dit jaar? Nou, we kopen Oud-Ada. Hè? Dus, het weer werkt niet helemaal mee wat de temperatuur betreft, maar de zomerse stemming. En hoe gaat het met de lopers hier? Goed, het was het begin. Ja, maar natuurlijk, die afstanden zijn vrij groot tussen die eerste lopers. En de rest, en nu wordt het echt zorgen dat ze door kunnen met meeschrijven. Dat gaat goed. En de lopers van de 42 kilometer naderen het einde. Wij gaan van Copa Oud-Ada terug naar Copa Leiden. I really like your city. So. Yeah, beautiful race and a lot of people out cheering, so that's very much fun. Het is de derde of de vierde keer dat we hem samen lopen, dus het is weer lekker van buurtfeest naar buurtfeest. En het is eindelijk een keertje gewoon goed weer om hard te kunnen rennen. Ja, dat is mijn startje, hè? Dat is toch het leukste. En welke tijd heb je in gedachten? Ik hoop rond de 38, 39 minuten. Is dat een PR? Dat is een PR. Ja. En voor jou? Ik hoop om uit te lopen. Ja, en dan gaat het! Je bent er weer. Ja, ik heb vrienden bij mijn hardloopclub en die zeggen je doet het expres om laatst te komen, maar dat is niet waar hoor. Vorige keer had ik kramp en moest ik dikwijls lopen. Deze keer heb ik heel doorgelopen. Zo, ik was in de verwachting dat ik het beter zou gedaan hebben. Maar als ik toch zo een onthaal kan krijgen, het is een droom van een leven. Hè? De mensen waren fantastisch leuk. Ah, is onvergetelijk. Zien we je volgend jaar weer?
inderdaad, ja, elke jaar, totdat ik het niet meer ken. Hè. Het is verreweg de beste die we ooit hebben gedraaid. Het is echt een voorbeeldige, knappe, mooie, goede marathon geweest. Met meer lopers, met goede tijden, organisatorisch geen onvertogen dingen, medisch is niks aan de hand. We hebben gewoon een onwijs feest gehad in Leiden. En natuurlijk in de randgemeente en de dorpen, want daar was het ook feest.